En nu mijn studiogast, dat is de kunstenaar Waldy Simpson. Goedemiddag, Waldy. Goedemiddag, meneer Vliet. En een heel goede middag ook aan de kijkers. Het lukt wel met je mondkap? Redelijkerwijs. Zonder is perfect. Dat is de eerlijkheid, hè? Oké. Om dat te zeggen. Ja, 35 jaar actief als kunstenaar. Oké. Okay. Dat is niet niks. Nee, dat is niet niks. En ga er ook maar van uit dat het belangrijkste deel van de 35 jaar actief zijn als professionele kunstenaar, ik buiten Suriname heb doorgebracht. Welk land was je? Aruba, Nederland, België, Jamaica, Bonaire, Curaçao. Dat zijn 6 van de voornaamste landen waarin ik de periode heb versleten. En daar zit maar, zeg maar, gerust niemand op je te wachten. Okay. Als bijkomende kunstenaar op wat het land of de eilanden zelfs te bieden hebben. 35 jaar. Ja. Mm. En hoe begon het allemaal? Als autodidact begon ik op 27-jarige leeftijd in Nederland aan de weg te timmeren als kunstenaar. Ik heb vorming genoten op verschillende terreinen, behalve op kunstgebied. Dus ik heb heel veel uren, eindeloos veel uren aan de weg moeten timmeren om toch wel mijn vorming enigszins adequaat te maken, dat ik op basis daarvan internationaal actief... Was het schilderen? Schilderen, keramiek, bezig zijn met gips, muziek, bezig zijn met papier, graveren, mozaïeken. Vrij breed. Ja, vandaar dat ik het heb over veelzijdigheid als kunstenaar in mijn geval, waarbij de rode draad creativiteit is. Op basis van de creativiteit die ik door God geschonken heb gekregen, kan ik met verschillende materialen aan de slag om te doen wat de creativiteit mij gebiedt aan te maken. Ik hoop dat de mensen in de studio ons volgen. Misschien kunnen we wat zien van Waldy Simpson. Zaken die hij allemaal heeft gecomponeerd. Zaken die hij... Ja, ik ben met schilderen bezig geweest. Barry, laat wat zien van Waldy. Goed, wat zien we daar, Waldy? Dat is de omslag van mijn tweede geschreven boek, Nieuwe Pennenvruchten van Simpson, waarin ik vertel over de ontmoeting die ik in Kunu gehad heb met Nelson Mandela. Er komt er ook poëzie en muziek in voor die ik in de afgelopen periode van 20 jaar geschreven heb. Hier is muziek. Ja, hier. Dit is een voorbeeld van een partituur. Je hebt wat gecomponeerd voor het Mannenkoor Maranatha. Jawel. Mijn dank is de titel van de compositie. En hij is verschenen op onder andere de CD Zapatilla die Mannenkoor Maranatha heeft uitgebracht. Als fondsvormende poot voor hun activiteiten om uiteindelijk te kunnen deelnemen aan het Harmonie Festival in Duitsland. In Duitsland? Ja. Ah. Ja, veel betekend man voor Maranatha. Jawel. Wat is dit? Dit is het decemberblad uit de kalender Waldy Simpson die pas verschenen is. Het decemberblad heb ik gewijd aan Erwin de Vries. Ja. Je bent in 2003 ben je uitgekomen met hem?
In 2000. Wanneer ben je uitgekomen met een kalender? September, afgelopen september, okay. Jongsleden. En heb je dat meegenomen? Jawel, dat zie je hier ook. Dit is de omslag te vergelijken met de omslag van een boek waar ik het een en ander heb vermeld over wie de maker is achter van de kalender. Bedankt aan God die mij de mogelijkheid heeft gegeven om met deze kalender te verschijnen. En het feit dat met de aanschaf van een exemplaar of meerdere exemplaren van deze kalender het sociaal werk ondersteund zal worden. Dus dat is niet niets. Goed, waar kunnen de mensen zo'n kalender vinden? Uitsluitend bij mij, in eerste aanleg. En dat kan via mijn WhatsApp-nummer. Hoe noem je zo'n kalender? Want vertel iets meer over de kalender. Oké. Het concept achter de kalender is dat ik belangrijke wereldburgers, Surinaamse kunstenaars en meer dan Surinaamse kunstenaars die mij geïnspireerd hebben. Om Erwin de Vries, John Nelom, Sophie Redmond, Nelson Mandela, Michael Jackson, die mij geïnspireerd hebben om tot kunst over hun te maken te komen. Een plaatje heb gegeven. Die komen voor je. Ja, oké. Het ziet er als bijvoorbeeld als volgt uit. Nee, moet Nou, even zoekende naar een. We leven momenteel in de maand november. Dit is de novemberblad van de kalender. Hier heb je een portret gemaakt, geheel uit glas. En de glasdelen die zijn bij elkaar gebracht door soldeercel. En het gaat in deze, misschien is het een toevalligheid hoor, om Waldy Simpson die op 22 november aanstaande jarig zal zijn. Het is een stukje promotie voor de glaskunst. Ik pak even het blad van het vorige maand. Ik wil even dit laten zien. Hier heb ik een behoorlijke draai gegeven aan de gemiddelde kalender, waardoor deze kalender in één klap 5 jaar geldig is. 5 jaar geldig, ja. Deze kalender? Ja. Leg uit, hoe heb je dat gedaan? Ja, oké, dit is de kalender. Ik heb alle kalender, ik heb de kalenderfunctie van de 4 komende jaren en van het resterend gedeelte van dit jaar op één blad gehaald. Kijk eens, 2020, 21, 22, 23 en 24. Oké, betrekkelijk klein, waardoor ik de overige ruimte van de kalenderbladen kon besteden aan een stukje kunst. Portret van Michael. Dat is het blad betreffende augustus. Michael Jackson heeft een enorm belangrijke rol, niet alleen maar maar dan zullen mensen zich afvragen, waarom niet in kleur? Oké, dat komt nog. Ik ben begonnen met het meest treffende kleurcontrast, zwart-wit, om een staat te geven en overige kleurcontrasten of kleurakkoorden zullen ook wel in de loop van de ontwikkeling van deze kalender tot stand komen. Okay. Zeker. Ja. Kunnen we zeggen, niet zomaar een kalender? Nee, in vele opzichten niet. De draai die ik gegeven heb aan de kalenderfunctie, waardoor het in één oogwenk 5 jaar geldig is geweest, is belangrijk.
Het feit dat je als bezitter of koper van een exemplaar of meerdere van deze kalender sociaal werk zal ondersteunen is belangrijk. Waar gaan de baten? De opbrengsten? In het eerste jaar, of minimaal, laten we dat corrigeren, minimaal het eerste jaar van de verkopen van deze kalender naar de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Nationale Suriname. Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden. Ja, in de volksmond blindenzorg genoemd. Okay. Een deel van de opbrengst. Ja, een deel van de opbrengst en zullen vloeien naar de NSBS ter financiering van een klein concreet project. Dus wie deze kalender koopt, heeft hiermee een bijdrage geleverd. Een heel goede bijdrage geleverd, waarvoor wij niet al zeer erkentelijk zullen zijn. En met wat bedoel ik de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname en mijn persoon, Waldi Simpson. En waar kan je dat kopen, zo'n kalender? Uitsluitend bij mij, tot nog toe. En, waar is dat? Ik ben te bereiken via het WhatsApp nummer 00 297 56 26 581. Dit onthouden de mensen nooit. Oké, en nu kom ik, Ze kunnen googlen, Waldi Simpson, en er verschijnt een zee van informatie rond mij. Met daarop ook mijn... Maar ze kunnen bellen toch? Ja. Wat is het nummer? Ze kunnen ook bellen. In Suriname ben ik te bereiken op 8-9-6-0-7-0-7. Nog een keer. 8-9-6-0-7-0-7. Oké. Mailtjes kunnen ook naar mij toegestuurd worden. Eenvoudig. E-mailadres. Waldi. Met een Griekse ei aan het eind, waldisimpson@hotmail.com. waldisimpson@hotmail.com. Goed, laat me kijken nog wat. Zuid-Afrika, je was er in 2003? Ja. Op uitnodiging van wie? Op uitnodiging van het Nelson Mandela National Museum. Om in het kader van de 90-jarige festiviteiten rond Nelson Mandela invulling te geven aan het artistiek gedeelte. Oh, je mocht een invulling plegen? Ja. Wat betreft het artistiek gedeelte? Ja, klopt. En hoe was dat? Dat is geheel en al aan mij overgelaten. Ik was toen woonachtig op Aruba. En niets en niemand wilde geloven dat een op Aruba wonende kunstenaar zo'n eer toebedeeld heeft gekregen. En gelet op het kostenplaatje dat, van het hele project, was het ook vooraf bekeken haast een niet haalbare zaak. Maar ja, daar komt God ook natuurlijk om het hoekje kijken. Je hebt met Mandela kunnen praten? Ja, klopt. In hoogste eigen persoon. Ik ben ook met hem op de foto gegaan, samen met zijn vrouw. Op de foto. Ja, oké. En ik heb ook de eer kunnen krijgen dat twee van de kunstwerken die ik rond hem gemaakt heb, onderdeel zijn geworden van de collectie van kunstwerken van het Nelson Mandela Museum. Dat jaarlijks door zeker 1,1 miljoen bezoekers van diverse bestemmingen ter wereld bezorgd worden. Ja. Dus... You're a big fish man, hè? Huh? Je hebt grote dingen gedaan. Huh? Ik ben blij dat ik die heb mogen doen als werknemer van God. God is namelijk mijn werkgever als kunstenaar, als grootste kunstenaar. Dus ik ben blij dat hij mij dat heeft mogen laten ervaren. Je bent terug in Suriname al een hele tijd?
Pakweg een jaar en een maand. Wat ben je aan het doen? Ik ben onder andere ook nog steeds actief bezig als kunstenaar. Dat is het meest voornaamste waar ik mee bezig ben. In Suriname is het natuurlijk een andere wijze van bezig zijn met kunst. Met zijn moeilijkheden op het gebied van het financiële, het niet ideale aan omstandigheden voor een professionele kunstenaar. Maar ja, dat laat mij allemaal niet het bijltje erbij neerleggen. Ik blijf bezig en word ook heel erg goed ondersteund door liefhebbers van mijn werk die buiten Suriname wonen. Dat gaat allemaal gewoon door via internet. Kunnen we elkaar contacten en dat is ook een heel belangrijke poot aan mijn kunstenaars-economie. Prachtig. Heb ik iets vergeten? Ik heb de indruk van niet. We hebben alles meegenomen wat je wilde zeggen. In essentie hebben we dat gedaan. Iedereen die meer behoefte heeft aan informatie rond de kunstenaar Waldi Simpson kan mij bereiken via waldisimpson@hotmail.com als e-mailadres en via WhatsApp 00297562658. En wie de twee hoeveelheden informatie die ik zojuist heb verstrekt überhaupt vergeten zou zijn. Meneer Google, die staat voor je klaar om je de weg naar Waldi Simpson toe te helpen vinden. Laat je kalender weer even zien. Oké. Okay. Ja, dat is hem. Oké. Okay. Veel te zien. Yes. En nogmaals de prijs? Het kost slechts €25 en het wordt, als je hem bestelt, voor gebruik in Nederland helemaal daar bezorgd. In Suriname breng ik hem persoonlijk aan huis. En, je brengt hem persoonlijk aan huis? Ja, zo goed wil ik ook zijn voor de zaak. En voor bestemmingen buiten Suriname en Nederland komt er nog wat extra bij kijken aan verzendkosten, waardoor het €35 per exemplaar wordt. En je krijgt hem ook tot aan huis. Je hoeft er niets meer voor te doen. Enveloppen openen en direct je kunstproduct dat in dit kader kalender Waldi Simpson heet, gebruiken. Want dat is ook belangrijk aan de kalender. Hè. Elk moment dat je hem binnen de tijdspanne van 5 jaar in jouw bezit hebt gekregen, kan je er direct gebruik van maken. Prachtig. Meneer Simpson, mag ik je hartelijk bedanken voor het. Oké. Okay. Erg veel succes met uw kalender. Jawel. Okay. Hopelijk koopt heel Suriname zo'n kalender. Oké, okay, laat die hoop doen leven. En wij van Waldi Simpson en de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname in de volksmond blindenzorg genoemd, zijn jullie a priori heel dankbaar voor de te geven ondersteuning. U zag en hoorde de kunstenaar Waldi Simpson. Ik dank u zeer. Goedemiddag.